Directeur Marlies Otte van het BONA heeft vandaag een bijzonder klasje. Geen pubers, maar een stuk of 20 volwassenen die misschien wel de overstap naar het onderwijs willen maken. We wilden eigenlijk een actie in het leven roepen waarbij we het beroep vooral op een positieve manier neerzetten. En we laten nu mensen meelopen om te kijken hoe mooi het beroep is. En ze kunnen dus ook een les bijwonen, zoals deze geschiedenisles van 3 HAVO. Door het verdrag van Versailles kon er heel erg veel onvrede zijn in Duitsland. Want ze moesten zoveel terugbetalen, ze moesten zoveel aan afspraken houden. Hè, dat ze niet een groot leger mochten hebben. Wat doe je nu? Ik werk nu bij de Rijksoverheid in het HRM-vak, om het zo maar te zeggen. Lijkt het je wat je vandaag gezien hebt? Ja, superleuk. Heel erg leuk. Ja, leuk om met jonge mensen te werken en ook mijn oude vak geschiedenis. Waar ik nu net bij heb gezeten, begint weer te kriebelen. Wat maakt voor jou het vak zo mooi? Toch het verhalen vertellen. Ik zou denk ik een hele slechte wiskunde of natuurkundedocent zijn. A, omdat ik het niet kan, maar omdat ik het ook andere lessen vind. Ik sta toch vaak een verhaal te vertellen hoe het is gegaan. Probeer de leerlingen daarmee een bepaalde kijk op de wereld te geven. Die ze wel zelf ontwikkelen. Stel vragen aan ze. En dat vind ik het mooie aan het vak geschiedenis. Men zegt wel eens het werk in het onderwijs is een roeping. Maar het kan ook een late roeping zijn. Dus mensen die gestudeerd hebben, die eigenlijk eens iets anders willen, en dat hoorden we vanmorgen ook, die zouden gewoon eens een school moeten bellen. Mag ik eens meekomen lopen? En dan kijken hoe mooi het is.